Jongens, kom even deze kant op. Kom even deze kant op. Oh, gewoon een koren. Hier gaan ze met. Kijk eens even wie hier in bed ligt. Ja. Wie gewoon zegt, oh god nou, Moski. Ja, dit vindt Erik heel moeilijk, want hij heeft niet zelf de regie in handen. Het liefst staat hij achter zijn microfoon. Zo, hè. Mooi, Erik. Ja, vriend, mooi. Hoe vind je het vandaag? Ja, ik had nog zo gezegd, geen gedonder, geen gedoe. En dan lig ik hier in die bed. Ja, maar kijk eens even om je heen, Erik. Wat jij allemaal bewerkstelligd hebt. Ik trek volle zalen, zie ik. Hoe voelt dat? Ja, ja, wat zou ik zeggen? Ik zweep met de tering, man. Het is hier warm. Ja, je mag de deken ook wel afdoen. Maar als het op gevoel komt, ja. Dat vind je altijd een beetje lastig, hè? Als dat er dichtbij komt, of niet? Ja, ik ben een gevoelsmens. Ja. Ja, jij bent een gevoelsmens. Ja, maar realiseer jij je hoe belangrijk je bent voor het Groningse muzikale culturele leven? Jawel. Ja. Ja, maar er is iemand die zit me steeds een dwarsboom, Alfred. Jij pikt steeds een primeur voor mijn neus weg. Nou ja, ik heb vanmiddag een primeur voor je neus weggepakt dat er een nieuw album van Wat Aans aankomt. De primeur van Wie Buze, die had ik. Maar jij hebt ook een primeur. Help hem. Jouw primeur is, kijk, ik heb natuurlijk destijds Imca Marina ontdekt. Jij hebt Level 42 ontdekt. En het is tijd voor mij om het stokje door te geven. Oh, vertel. Nou, ik wil je vertellen dat dit... dat dit mijn allerlaatste openbare optreden is. Ga je stoppen, Alfred? Ik vind er is tijd om het stokje door te geven. Ik zal nog twee keer in het openbaar verschijnen in Martini Plaza... op 24 en 26 december bij de kerstshow van Marcel Henselmans... die al bijna uitverkocht is. Dus als je daar naartoe wil, moet je snel komen. En voor de rest is dit de laatste keer dat ik in het openbaar verschijn. Nou, het werd tijd. Oh, wacht. Nou, op de promotiedagen ben ik ook nog een keer op 6 november. Oké. Okay. Ja, nou ja, het is inderdaad schokkend nieuws, hè, Alfred. Een primeur inderdaad, ja. Dat is een primeur. Ja, maar jij moet mij beloven dat jij nog wel een tijdje doorgaat. Want jij realiseert het je, maar jij betekent echt veel... voor het Groningse culturele muzikale leven. Ja, ik vind het al wel een beetje meevalt, Alfred. Het is geen valse bescheidenheid, maar dat is echt zo. Maar nou, jij geeft heel veel jonge artiesten de kans. Ja, maar goed, dat is ook een beetje de taak, denk ik, van ons als regionale omroep, hè? Ja, dat is zeker de taak als regionale omroep. Maar als jij het voor het zeggen had, hoe zou Noord er dan uitzien? Och, mijn jongen, hoe vroeg ze me was. Nou, hier en daar wat puntjes op de i... En de zaterdagmiddag, gewoon elke middag Café Martini open bijvoorbeeld. Elke maandag tot en met vrijdag. Ja. Oh. Ja. Dat zou hartstikke mooi zijn. Maar ik denk dat jouw vrouw jou ook wel weer eens een weekendje thuis wil hebben. Ik moet afronden, hoor ik in de regie. Ik neem afscheid van de Groningse kijkers wat betreft de radio en de televisie. Dit is de laatste keer dat je mij ziet. Dat heeft ook met wat affairetjes te maken. Daar wil ik maar één ding over zeggen. Ik kwam van twee kanten. Maar Alfred, wacht even, Alfred. Wil jij mij dan ook iets beloven? Ja. Dat jij dan nog één keer ook bij ons in Café Martini komt dit jaar. Om het af te sluiten. Om de cirkeltje rond... Nou, dat doen we dan nog één keer. En dat is dan ook echt, dan is de kous ook af. Mooi. Dan zetten we er een punt achter. Mooi. Geweldig. Afspraak. Deal. Deal. Ja. Muziek. Go.